Dag, mijn naam is Joost Aafman. Kijk naar eindige velden in het lichaam. Als V plus maal is een eindig veld, als V plus maal een veld is met een eindig aantal elementen. Dat is een eindig veld. Ja? Bijvoorbeeld R plus maal is ook een veld, maar geen eindig veld, omdat je oneindig veel elementen hebt. Nu, het blijkt dus het aantal elementen van een eindig veld is altijd een priemgetal of een veelvoud of een max van een priemgetal. 7 of 49 zijn het aantal elementen van een eindig veld. Maar bijvoorbeeld 6, dat 2 maal 3 is geen priemgetal, zal geen getal zijn van een eindig veld. Dus een eindig veld heeft altijd een priemgetal aantal elementen. Bijvoorbeeld ZPZ, met ZP, met P's priem, dat noemen we mod P, is een voorbeeld van een eindig veld. Bijvoorbeeld Z5Z, 5 is een priemgetal, dit is mod 5, Z5. Dat zijn getallen op de elementen 0, 1, 2, 3, 4. 5 getallen, 1, 2, 3, 4, 5, 5 elementen, die vormen samen een eindig veld met 5 elementen. Nu ZZ, Z6, ja, met dus de getallen 0, 1 tot 5, ja, is geen eindig veld. Ja, hebben wel, waarom? Omdat als je goed kijkt, ja, in dit verzameling, als je 2 maal 3 doet, sorry, als je 5 maal 2 doet als voorbeeld, ja, je neemt 2 en 5, dan krijg je 10, en 10 is niet deelbaar door 6, dat betekent dat 10 in die verzameling als een veld is, moet je 10 bijvoegen. Dus je moet verschillende elementen bijvoegen, je krijgt een oneindig aantal elementen. Onthoud, alleen als je een priemgetal hebt, ja, dan heb je een eindig veld. Ja, anders, als je geen priemgetal hebt, krijg je een oneindig aantal elementen. Dag! Ik heb heel plezier video's voor jullie, maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kun je een beetje geld storten voor mij gehaald. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.